In sommige gemeentes, zoals in Den Haag, krijgen mensen de kans om extra goedkoop een oud pand te kopen. Nou, dat is natuurlijk een gouden kans om het duurzaam te verbouwen. Heb je hem? Ja. Walter en Kate hebben hun kluswoning in een oud schoolgebouw voordelig kunnen kopen van de gemeente Den Haag. Lukt dat? Ja, dat gaat wel goed zo. Kijk, in mijn studie op de TU Delft ben ik echt gaan specialiseren en echt gaan focussen in duurzame renovaties en duurzame herbestemmingen. Ze gaan er met subsidie van de gemeente een passief huis van maken. Dat betekent een superzuinige woning die bijna geen energie nodig heeft om te verwarmen. Ik vind dat je dat gewoon moet doen. Het is een hele zinvolle investering. Het is zinvol voor jezelf, maar het is ook zinvol voor de maatschappij. Gaat dat wel goed? Hoe lang denk je dat we hiermee bezig zullen zijn? Een weekje. Ik hou mijn inspiratie uit yoga en uit gezond eten, duurzaam voor je lichaam. Ik heb een klein eigen bedrijfje, massages. En ja, dat wil ik hier op de zolder gaan doen. Mijn huidige woning is ook een kluswoning, ook van de gemeente Den Haag. En ik heb daar al veel gedaan met isolatie. Ik heb me altijd voorgenomen, als ik weer een nieuw huis koop, dan moet het een passief huis zijn. Dan wil ik het in één keer goed doen en leren van alles wat ik tot nu toe meegemaakt heb. Ik denk dat als we een bestaande woning die al hadden moeten kopen, dat het dan financieel misschien niet mogelijk was geweest. Dit project van de gemeente is echt een uitkomst voor ons. Ja. Dankzij de gemeente Den Haag kunnen Walter en Kate hun eigen droomhuis bouwen en wordt een oud schoolgebouw duurzaam. Dat is precies wat de gemeente wil. Bewoners stimuleren om op hun eigen manier hun huis energiezuinig te maken. Wethouder Joris Wijsmuller is uitgenodigd om te komen kijken. Hier komt de keuken. Hier komt de keuken, inderdaad. Okay. Deze muren die worden nog uitgesloopt om echt een hele ruimtelijke keuken te krijgen. Ja, deze. Ja, en de pilaar gaat eruit. Ja. En op welke manier hebben jullie gebruik gemaakt van gemeentelijke ondersteuning? Nou ja, sowieso het feit dat we een kluswoning konden kopen. Ja. Dat gaf wel echt de mogelijkheid om vanaf nul te beginnen met een schone lei. Ja, een ander belangrijk middel is de dakisolatiesubsidie. Ah ja, ja. En, ja die hebben jullie in gebruik. Ja, ja. We zijn nu toevallig boven bezig. Oh, dat wil ik wel zien. Vanaf hier is het voor ons. Ja. Dit is voor jullie? Ja. Ja. De ruimte tussen de folie en het dakbeschot gaan we met die pakken isolatiemateriaal helemaal vol spuiten. Het is heel milieuvriendelijk. Maar dit product komt nog niet in aanmerking voor subsidie. Nou, dat is wel een goede tip. Ja. We gaan die subsidieregelingen nog evalueren. Dus door alle ervaringen die we opdoen kunnen we dat natuurlijk verbeteren. Dit is meer dan hoe het beleid bedoeld is. Deze mensen leggen de lat nog hoger dan wij aanvankelijk hebben gedacht. We hebben kluswoningen. We hebben allerlei subsidiemaatregelen om duurzaamheid in Den Haag te bevorderen. We willen ook juist dat bewoners in de stad ook veel zelf gaan doen. Ook bedrijven, dat die gestimuleerd worden om te investeren in duurzaamheid. Dat komt nu heel goed op gang. En wij roepen ook bedrijven en bewoners op om zoveel mogelijk hun verantwoordelijkheid te nemen. En ze kunnen daarbij echt rekenen op de hulp van de gemeente Den Haag. Dit is de woonkamer. Het is het voormalige klaslokaal. Ja. De ramen worden vervangen door nieuwe kozijnen met drievoudig glas. Zo, ja. Dat is nu enkel glas, daar verlies je gewoon heel veel warmte door. Ja. Het gevoel wat ik meeneem naar het stadhuis van dit bezoek is dat we de lat nog veel hoger kunnen leggen. En dat we projecten als deze van Walter en Kate gewoon echt als voorbeeld kunnen gebruiken om ook andere mensen te stimuleren en te inspireren.